We gaan een budget maken voor je persoonlijke administratie. Hoe we dat gaan doen en hoe ontzettend eenvoudig het is, leg ik je uit in deze nieuwe video. En ik heb natuurlijk een Excel-bestand, die zal ik hieronder even linken, die je kunt gebruiken om je persoonlijke budget op te stellen. Via social media kreeg ik ontzettend veel aanvragen over hoe je nu eenvoudig een budget opstelt voor je persoonlijke administratie. En gelukkig is het een stuk makkelijker dan je zou denken. Dus we gaan aan de slag. Ik heb een Excel-bestand gemaakt zodat je een mooi voorbeeld hebt dat je ook zelf kunt invullen. Waarbij ik alle stappen ook nog eens een keer eenvoudig op een rijtje zet. Dat zal ik hieronder even linken zodat je makkelijk kunt meetypen. En vooral, het is leuk. Het is een stuk leuker dan je zou denken en ook een stuk makkelijker dan je zou denken. Dus we gaan snel aan de slag zodat je je persoonlijke administratie goed op orde hebt. En je ook een heel eenvoudig budget kunt opstellen. Om te beginnen bij het begin, het is heel erg belangrijk om je inzicht te hebben in je financiële administratie. Dus het is heel erg goed om te weten wat er nu maandelijks inkomt en wat er nu maandelijks uitgaat. En dat doe je door heel eenvoudig alle transacties van de afgelopen 30 dagen erbij te pakken en die op te schrijven. Moet je nu wachten tot het eerste van de maand of tot het eerste van het moment dat je salaris weer gestort is? Nee, dat hoeft niet. Je kunt gewoon vandaag beginnen. Niet wachten, maar gewoon beginnen, want nu heb je er ook zin in. Maar waarom het technisch gezien ook niet hoeft, is omdat als je vandaag begint en je pakt gewoon de afgelopen 30 dagen, weet je zeker dat je alles mee hebt genomen. Want het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit of je je salaris van september nu vergelijkt met je huur van oktober of dat je alles doet vanaf 1 oktober. Dus het gaat er echt gewoon om dat je alles pakt van nu en dan de afgelopen 30 dagen, want dan weet je zeker dat je een hele maand gehad hebt. Dus geen enkel excuus om dit te laten wachten, gewoon beginnen. Je begint dan dus door alles op te schrijven, al je transacties van de afgelopen 30 dagen. Dat kun je heel eenvoudig doen door in Excel alles op te schrijven of alles op papier, wat je zelf het fijnste vindt. En achter iedere transactie ga je een transactiesoort zetten. En die heb ik verdeeld in een aantal verschillende categorieën. De eerste categorie zijn de inkomsten. Dus denk dan aan je salaris of eventueel het salaris wat je vanuit jezelf vanuit je zakelijke rekening overmaakt naar jezelf, met je ondernemer bent. Het kan ook zijn dat je bepaalde toeslagen krijgt, je teruggave van de belastingdienst die je misschien maandelijk hebt ingesteld, alimentatie die je krijgt, dat zijn allemaal je inkomsten. Dus zet daar je inkomsten achter. Vervolgens gaan we kijken naar je uitgaven. Je uitgaven kun je weer verdelen in allerlei verschillende categorieën. De eerste categorie waar je aan moet denken zijn je vaste uitgaven. Dit is bijvoorbeeld je huur of je hypotheek, je verzekeringen, je energie, je water. Dat soort dingen die echt iedere maand terugkomen. Heel vaak zijn het vaste bedragen die gewoon iedere maand hetzelfde zijn. En hier liggen dan ook contracten aan ten grondslag. Wil je nou weten hoe je makkelijk kunt besparen op je vaste lasten? Daar heb ik eerder een video over gemaakt. Die zal ik hieronder ook even linken, zodat je daar weer geld op kunt besparen. De volgende categorie zijn de variabele lasten. Dit zijn lasten die iedere maand anders zijn, dus die iedere maand kunnen fluctueren. Pak nu gewoon de kosten die je afgelopen maand kwijt bent geweest. We gaan dadelijk kijken naar hoe je dit kunt aanpassen en hoe je dit kunt opnemen in je budget. Maar deze variabele lasten die verdeel ik vervolgens weer in twee verschillende categorieën. De eerste categorie zijn je essentiële variabele lasten. En dan moet je vooral denken aan boodschappen. Dat zijn variabele essentiële lasten. Lasten die iedere maand anders zijn, maar wel echt essentieel. Boodschappen doen is wel essentieel. De andere variabele lasten, dat noem ik mijn luxe lasten. Dus denk dan aan uitgaan, uit eten gaan, of vakantie gaan, kleding kopen, cadeautjes kopen, een goed doel, dingen voor in huis, accessoires. Eigenlijk allemaal dingen die iedere maand een ander bedrag hebben en die categorie luxe hebben. Het probleem hierbij is wel dat wat jij misschien luxe vindt voor mij een essentiële last is of andersom. Dit is ook heel erg persoonlijk, dus kijk ook echt naar je eigen financiën en ga niet de strijd aan met iemand anders van oh, dit valt bij mij onder luxe, oh, dit valt bij mij onder essentieel. Het gaat erom wat voor jouw persoonlijke financiën van belang zijn. Dus op dit moment heb je echt een mooi overzicht met al je inkomsten en al je uitgaven. En die uitgaven heb je weer verdeeld in je vaste lasten, je variabele essentiële lasten en je variabele luxe lasten. Kijk nu onderaan de streep van afgelopen maand. Nou, wat was nu het totaalsaldo van je inkomsten minus al je uitgaven? Wat is dit bedrag? Is dit een plus? Nou, top, dan hou je geld over aan het eind van de maand. Het kan natuurlijk zijn dat je nog meer geld wil overhouden. Komen we daar nog even op terug bij het maken van het budget.
Het kan ook zijn dat je een min bedrag hebt. Dus dat wil zeggen dat je meer geld hebt uitgegeven dan dat er binnenkomt. Op dat moment is het heel erg belangrijk om na te gaan van, is dat een eenmalig iets? Heb ik afgelopen maand iets moeten uitgeven wat ik normaal niet doe? Of is het een structureel iets? Is het eigenlijk iedere maand zo? Op dat moment moet je echt dingen gaan aanpassen in je uitgavenpatroon of zorgen dat er meer inkomsten binnenkomen. Nu je dit duidelijk op papier hebt staan, is het fijn en is het ook, komt het leuke, is dat je je eigen mening mag vormen over je uitgaven. Dus zet achter iedere post van wat vind ik hier nu van? Wat vind ik nu van de hoeveelheid geld die ik uitgeef aan kleding? Wat vind ik nu van de hoeveelheid geld die ik uitgeef aan mijn boodschappen? Hoe vind ik mijn verzekeringen? Vind ik dat ik daar te veel aan betaal? Nogmaals, kijk dan ook even de video over besparen op je vaste lasten, hoe je dat makkelijk kunt doen. Zet daarom achter iedere post wat je daarvan vindt. En vervolgens zet je daar een bedrag achter wat je daar volgende maand aan wil uitgeven. Dus stel nou dat je hebt 200 euro uitgegeven aan kleding. En je zegt, nou dat vind ik eigenlijk veel te veel. Ik wil er maximaal 150 euro per maand aan uitgeven. Dan heb je dus kleding, dus 200 euro vind ik te veel. Nieuw budget voor mezelf is 150 euro. Op die manier ga je al die posten langs en ga je kijken van, nou wat wil ik nu daadwerkelijk daaraan uitgeven. Kijk dan ook even waar je onderaan de streep op dat moment uitkomt. Op het moment dat je al die bedragen hebt aangepast naar wat je er maximaal aan wil uitgeven. In het Excel-bestand wat ik hieronder bij heb gezet, staat ook een rekensom zodat je kunt zien wat er gebeurt op het moment dat je dat budget opstelt. En wat je dus naar aanleiding van je nieuwe budget iedere maand over zou moeten houden. Dus als het goed is, hou je dan meer geld over. Nog even een paar belangrijke dingen ten aanzien van je budget. Want je hebt je budget nu in principe staan. Dus dat was een stuk makkelijker dan je dacht, toch? Yeah. Een paar belangrijke tips en tricks nog. Het is niet zo dat als je je budget hebt dat dat in steen staat. Dat dat voor de komende 10 jaar jouw budget is. Ik werk zelf met dit systeem al sinds 2011. En ik ben nog steeds iedere maand aan het bijschaven. En aan het kijken van nou, wat wil ik aanpassen? Wat kan ik aanpassen? Welke kosten zijn gestegen? Ik ben er ook in heel realistisch en ga niet denken van, dit is mijn budget, hier moet ik me aan houden, ik kan hier nooit meer iets in aanpassen. Het kan zijn dat je bepaalde dingen heel onrealistisch hebt ingepland, dan is het gewoon beter om het aan te passen. Het kan zijn dat bepaalde kosten gewoon structureel heel erg meevallen, pas het dan ook gewoon aan. Het kan zijn dat je huur stijgt, ja, dan moet je het gewoon aanpassen in je budget. Wat ik daarmee wil zeggen is, het staat niet vast en je mag daarin heus wel dingen aanpassen. Nog een belangrijk punt ten aanzien van je budget is om periodiek te kijken hoe je ervoor staat ten opzichte van je budget. Want een budget maken is één ding. Vervolgens kijken hoe het ervoor staat is het tweede. En dat is eigenlijk minstens zo belangrijk. Ik zelf kijk iedere dag op mijn bankieren app om even te kijken hoe het ervoor staat. Maar ik kan me voorstellen dat je dat niet zo leuk vindt. Of dat je daar minder tijd aan wil besteden. Of ja, dat je niet zo'n ontzettende finance nerd bent zoals ik. Maar zorg wel dat je iedere week echt even door die bankieren app eens scrolt en kijkt waar het geld nu heen gaat, wat er nu uitgaat. Want op het moment dat je daar een langere periode overheen laat gaan, kan het best zijn dat er al veel meer geld uit is en dat je het veel lastiger vindt om nog bij te kunnen schakelen. Doordat je het iedere week in ieder geval doet, weet je van, hey, nu moet ik gaan bijschakelen, nu moet ik hier minder aan uitgeven, zodat ik in ieder geval aan het eind van de maand toch van goed op de rit kom voor mijn budget. Vanuit dit maandbudget kun je ook weer een jaarbudget maken. Ik heb daar blogs over geschreven, dus die zal ik hieronder ook even linken. En je kunt een liquiditeitsoverzicht maken. Dus dat je ervoor zorgt dat je ook iedere dag genoeg geld op je bankrekening hebt staan. Want ik weet niet hoe herkenbaar het is dat je je salaris krijgt. En dat er op een gegeven moment na 3 weken, dat je denkt van, hé, mijn salaris is op. Hoe kan dit nou? Waar is mijn geld nu heen? Daar heb je een liquiditeitsbegroting voor nodig. Die heb ik ook eerder geschreven, dus die zal ik hieronder ook even linken. Heel erg leuk om te doen. Ik ben heel erg benieuwd of jullie hiermee aan de gang gaan. Of jullie het inderdaad denken van, oh, het is echt een stuk makkelijker dan dat ik dacht. Het is ook een stuk leuker dan dat ik dacht. Laat het me vooral heel even weten. Heb je nog andere tips na aanzien van een begroting? Laat ze me ook vooral heel even weten. En vergeet niet te abonneren op het YouTube kanaal van Happy Financial. Want dan krijg je iedere week een nieuwe finance video. En voor nu heel erg bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer.